Zo, Dinja van Lieren, winnares van het eerste onderdeel van het KNS Indoor Kampioenschap klasse ZZ Zwaar met Denzel. Had je dat eigenlijk wel gepland? Nee, dat zat eigenlijk niet in de planning inderdaad. Nee, ik had het niet verwacht. Het is nog een heel jong paard. En ik weet, hij heeft op de selecties ook altijd al iedere keer heel goed gedaan. Maar ja, hij heeft nog niet superveel ervaring. En dit is natuurlijk best een groot concours. En nou, wel bijzonder knap hoe hij zich hier doorheen botst. Ja, en 19 streng geselecteerde concurrenten die het hier tegen je opnemen. En dan toch winnen. Je was echt verbaasd, hè? Ja, ik was wel echt oprecht verbaasd. Ik was ook niet topfavoriet. Dus ja goed, dan hou je toch al een beetje rekening met de andere goeie inderdaad. Oh, Denzel wil ook even wat zeggen. Maar nee, ja, dat, en ik was heel blij met zijn proef en hij deed het supergoed. En hij had een mooie score, maar nee, ik had niet verwacht dat dat goed genoeg was. Ja, en was het aandeel van Leunis van Lieren in dit geheel? Leunis heeft mij begeleid ook vandaag hier zo met de proef en ook met de training. Vertel eens iets over Denzel. Dat is een echt Zeeuws warmbloedpaard, of niet? Ja, Denzel is gefokt bij Stal Hexagon en gefokt door Leunis. En het is echt Leunis' eigen projectje, om het zo maar te zeggen. Het is, zijn vader is Hexagon Sorion. En ook een fokproduct van Leunis. En zijn grootvader is Hexagon Stroepa. Geen fokproduct van Leunis, maar wel ook altijd bij ons op stal getraind. Dus ja, Leunis wou die hengsten graag combineren. En zo is Denzeltje daaruit gekomen. En ik ben er heel blij mee. Ja, en dan op, als het erom spant, op de dag van het kampioenschap zo even knallen met dit hele Zeeuwse fokproduct. Geweldig. Ja, zeker, zeker. En zeker voor zo'n jonge leeftijd is dit al wel echt bizar knap, vind ik. En een leuke begin van een mooie dag, want er komt nog veel meer. Ja, zeker. Het is toch een drukke dag. We hebben nog veel te doen. Okay, veel succes. Dank je.